Vandaag weer een nieuwe video, jongens. Welkom, het is hier ijskoud, het is hier steenkoud. Ik word meteen onderbroken, want niemand minder dan the one and only Sam Meijer is bij ons binnen. Samen met zijn broertje. Ja! Want hij, je bent jonger. Met Mark. Zou je niet zeggen? Nee, nee, ik vind jouw ouders schattig. Ja, ja. Hoe oud denk je eigenlijk dat hij is? Ja, ik snap jou 25. Ik wil het niet eens weten. Ik wil het ook eigenlijk niet eens weten, want ja, hè, dat interesseert me eigenlijk geen fluit. Maar in ieder geval, leuk dat jullie weer kijken bij een gloednieuwe video. Sam Meijer is bij ons, jullie hoorden het net al. En ja, Sam wisselt nog wel eens van auto's. We hebben natuurlijk de M4 van Sam getuned. Hij is hier ooit met een blauwe, met een smurfblauwe zelfs, een Focus RS geweest. Die hebben we niet getuned. Die hebben we gemeten. Die alleen gemeten toen. Ja. Maar hij is vandaag terug met een auto die ik zelf bij hem nooit verwacht had. Nee, en ik ook niet. En jij zelf dus ook niet, nee. Het is namelijk een Golf 7,5R. Ja. Het bouwjaar? 17? Jezus. 18? Weet ik veel. Dat is wel je eigen bouwjaar. Ik vind het echt niet. Maar dit zijn geen bouwjaar meer. Dat gaan we straks even opzoeken. Ik heb er al 2 weken hier gereden. Je hebt hem echt pas net. Ja. Okay, nou, in ieder geval, leuk dat je er bent. Ja, en dank. Ik ga even de camera draaien. Want anders sta ik alleen maar met mijn lelijke hoofd op. Wat gaan we doen met je auto? Wat gaan we doen? Stage 4. Ja. Oké, je hebt flink budget, begrijp ik. Remy heeft flink budget. Oh, ja, het moet natuurlijk. Oh, ja, dat meteen weg. Moet natuurlijk allemaal graag. Ja. Allemaal hetzelfde met jullie, hè? Dat meteen weg. Met jullie soort. We gaan beginnen met stage 1. Ja, want het leek mij leuk om dus met deze auto te kijken wat zijn nou alle dingen die je relatief simpel kan doen, een soort van betaalbaar kan doen. En wat is nou een hele extreme wat we kunnen doen? Dus misschien 470 pk aan het einde, maar nu eerst stage 1. Maar jouw kennende rijden die auto een half jaar en dan is het weer, wat wordt mijn nieuwe auto? Zou dit mijn nieuwe auto zijn? Anderhalve maand. Oh, anderhalve maand. Nou, dan wordt het flink doorbouwen met je project. Maar zeg dat. Ik vind het wel leuk, nou ja, we kennen elkaar nu een jaar of 3. Ja. Nou, in ieder geval echt vanuit mijn hart, leuk dat je er weer bij bent. Dankjewel. Wat vind je van de kleur? Wat ik van de kleur vind? Ja, ik zal je eerlijk zeggen, ik heb al een vlog opgenomen, ook over zo'n auto, ook in deze kleur. Dus ja, ik zie ze vaker in deze kleur. Ja, dit moest wel voor mij deze kleur. Kleur is natuurlijk ook weer echt zo'n persoonlijk iets. Ja, ik zou hem zelf nooit in deze kleur kopen. Nee, echt? Echt niet. Oh, zeg je omdat ik het ben, hè? Nee. Maar ik vind, we kennen elkaar redelijk lang, dat we wel eerlijk moeten zijn. Ja, wij zijn eerlijk tegen elkaar. En zoals jij mijn auto ook afzijt. Zeker. He? Dat je tractiecontrole niet helemaal uit kan. Nee, maar ja, ik vind het niet lelijk, hè. Ik bedoel, het is een mooie auto. Alleen, ik zou, als het mijn auto is, kleur moet die worden? Ik zou... Betere vraag. Ik zou wit maken. Nee, doe normaal. Ja, gewoon wit. Weet je wat het is over een witte zeggen? Ja, met een witte blijf je zitten. Precies. Dat zijn meer slogans uit mijn tijd, hè. Met een witte blijf je... Zitten. Ja. Hey, hallo. Op welk vermogen hoop jij? Ik hoop 370. Dat lijkt mooi. Stage 1? Ja. Ga je niet halen. 360, 370. Ja, gewoon lekker standje max. Ik ben vooral benieuwd wat hij origineel doet, eigenlijk. Wij ook. Ja, 310, want vorige keer dat we de M4 deden, die deed verder boven. En voor mijn gevoel staat Vachter ook onbekend dat ze iets sneller zijn. Ik denk dat dit bij de stoplicht sneller is dan de M4. Nee, 310, 315. We gaan het zo meemaken. Koud nu, dus. Wat zeggen wij altijd? Meten is... Meten. Weten. En slopen is... Kopen. Ja. Ja, log shit, maar dan standaard met het ding. Ja, goed. Gasklep al, moet kijken. Hoe vacht wordt afgeregeld. Prachtige mooie rode lijn. Hè? Ja, kijk, dit is gasklepositie, zeg maar. Die dikke rode lijn, zeg maar. Daar reguleren ze boost mee, zeg maar. Fabrieksaf. Oh, echt heel lelijk. Ja. Dat is hoe Volkswagen bedacht heeft. Ja. Maar het resultaat, kunnen we dat al ergens zien? Het resultaat is, jawel. Engine power, 320 hele paardjes. 416 registreert die motorcomputer ook. We meten 416. Haha! Jezus, dat is ook accuraat. 320 pk. Lekker. Dus jongens, ja, zoals gezegd, 320 pk meten we met 416 Nm koppel. Remy, ik begrijp van jou, het gaat sneller dan gepland. Maar ja, we doen ze vaker deze, dus we weten natuurlijk wat we doen. We zien ze te veel. Ja. Maar de tune zit erin. Tune zit erin, 1.6, 1.65 bar. Milde timing, alles is natuurlijk helemaal bone stock. Dus stock intake, stock intercooler, stock downpipe. Doet nu 2, 3, 62 om 480.
We kunnen iets meer ontsteking vragen, anders gaan we nog even doen. Meer voorontsteking is dat je in ontsteekt voordat de zuiger op het dode punt het is. Het punt waar die maximaal en dan weer terug moet. Juist. Dus dat je iets meer gaat drukken op die zuiger. Juist. Eigenlijk met de knal. Net zagen we die, die rode wavy, lijn. Wavy trottel. Ja, rode lijn. Ja. Gaskleppositie, die is nu flat. Maar fabrieksaf is dat dus gewoon dit? Ja. Dus op zich helemaal niet slecht, want met low boost kan die turbo dat wel hebben, zeg maar, dat die trottel continu sluit, dat de gasklep sluit. Doe je meer druk erop? Je gaat meer pushen, dus die turbo vindt het wel fijn als hij gewoon zijn adempje kwijt kan, zeg maar. Volgens de temperatuur. Ja, is hij warm? Hij is wel warm, dus we gaan meten. Nou, ik ga met je mee. Gezellig. Zin. We hebben 361,2 met een koppel van 480 Nm. Sam is hier wel tevreden, begreep ik, met de resultaten. Zeker. Dit is stap 1, zeg maar, want hij wil nog heel ver gaan met zijn Golf R. Hij wil 480. Ja, precies dat dus. Dus ja, we gaan het zien. Voordat we gaan loshalen, nog even thumbnail foto's maken voor YouTube. Een beetje meer geluid? Ja, iets meer geluid. Regelbaar geluid. Ja. En die multimap is gewoon heel fijn. Dat je kan kiezen van. Hè? Hebben jullie trouwens nog niet gezien? Multimap. Dit soort auto kan multimap. Hier zie je een linkje voorbij komen naar een eerdere vlog die we gemaakt hebben van bijvoorbeeld een RS3. Die hebben we gemaakt, maar ook van een Golf 7R of Golf 7,5R. Dat weet ik 7,5R. Dus schakelbare tunes. Schakelen tussen 1, 1 plus, 2, 2 plus, eventueel 3. Of een big turbo mapje. Ja. Dit is echt. Ja? Je moet hem even proberen. Ja, ik ga hem proberen. Had dat doorgereden, had je in de ziektewet gekund? Dat zit je toch al? Ze krijgen al subsidie. Dat zit je bij je. Hoeveel redenen hebben ze nodig om jou de ziektewet te krijgen? Nou. Daar rijdt op! Lekker man! Ja, gaat wel hard, ja. Het gaat door ook, hè? Ja! Ja, ja, dat is fijn. Ja, dat is nodig. Moet je even in de Trekkontrole A2 even de top testen? Bonnetje naar Tuning Service. Nou ja. Nee, dan zijn wij op vakantie, hoor. Je moet even lounge control doen. Ja, dit is voor lounge control. Hij durft geen lounge control. Nee. Mijn auto afhoeren, maar nee hoor, zelf geen lounge control durven. Oh, ja, wat gebeurt als ik de voet op de rem hou met jouw auto en vol gas geef? Dat moet je niet doen, Sam. Dan gaat het kapot. Nou, letterlijk. Letterlijk. Wat, dat zou ik nooit doen. Dat hebben we al een keer gehad. Heel eerlijk, ik zou het ook nooit doen als mijn auto was. Maar... Nee. Zei ik dat? Ja, dat zei je. Zei ik dat? Ja? Ik leg jouw woorden in de mond, hè? Hey, we gaan snel weer door, hè? Want er staat daar een blauwe smurf. Mark? Ja, die moet ook... Hoeveel pk heb jij? Ja, er zitten nu 60 hele paardjes in. En hij gaat naar... Wat was het? 75? Nee, 80, rond de 80. Met een 10, 15 Nm koppel erbij. Maar op zo'n lichte auto, zonder turbo, is, echt een enorme is het gewoon een hartstikke leuke upgrade. We hebben het zo vaker gedaan. Het is bij dit soort auto's echt een moeite. Ja. Dus ja, want ze zijn in 60 pk en in 70 of 75 pk geleverd. Ja, uit mijn hoofd 70 of 75. Ja, exact dezelfde motor, alleen softwarematig teruggeknepen. Dus hij gaat snel naar binnen en dan gaan we softwareaanpassing doen. En dan mag Mark ook gewoon lekker rijden. Op dit moment zijn we bezig met het lezen van de software. Dus we gebruiken een interface, ligt daar op de stoel, aangesloten op de OBD-poort en natuurlijk op de laptop. Paul is daar op dit moment mee bezig. Om de software te kunnen lezen van de motorcomputer en zo direct een aangepaste file terug te schrijven. We kunnen het heel moeilijk maken, we kunnen het heel makkelijk maken. Wat doen we nou eigenlijk met deze auto? Is het rocket science? Nou, misschien wel, misschien niet. We pakken eigenlijk gewoon letterlijk de mapping van de 75 pk versie. Die zetten we over in deze file, dat is wel belangrijk. En wat we nog meer doen, iets meer voorontsteking geven. Ja, en dan draai je op wat meer vermogen. Dus ja, het is niet heel ingewikkeld. Niet iedereen zal je dit vertellen. Maar dat is eigenlijk wat je dus doet met de up. Mark gaat ook zo lekker rijden met de auto. Ik ga hem meerijden om zijn reacties te zien. Dus heb je nou een up met zo'n 3-cylinder, 1 liter met 60 pk? Ja, overweeg dan tuning, want het is echt de moeite waard. Heftig, hè? Bovenin. Bovenin zit het met name, je hebt geen turbo. Dus hoog toeren ga je meer merken. Ga even naar linksaf. We hebben een klein stukje extra. Ik weet dat je weg wil. Nee hoor. Je bent nu van mij. Het gaat allemaal goed. Kijk, hier. Ja, onderin. Moet op toeren rijden. Daar komt hij.
Je moet wel op toeren rijden met dit soort auto's. Ja, dan komt hij. Ja. Ja, onderin ga je niet heel veel merken, klopt. Ja. Ik zie een blije Mark. Ja, een blije Mark. Ja, nee, zeker. Ja. Echt top. Ja. Je merkt het boven. Hij pakt gewoon sneller. Hij zit sneller op dat koppelpunt, zeg maar. Sneller eerder dat vermogen. Ja, ik vind het top. Doe eens. Yes. Ik vond het echt weer reuze. Ja, was gezellig. Ja, leuk. Ja, ja leuk doen dat jullie, we snel over. Ja. Weer geweest zijn. Volgende keer verwacht ik wel bitterballen en zo. Ja. Ja, je kan ze bestellen, hè? Oh ja. Een Qualitaria Huizen. Die levert ze wel. Oh, echt? Ja hoor. Kom op. Heerlijk, jongen. Geen probleem. Ja. Nee, ik vond het heel gezellig. Ik ook. Top. Echt top. Jongens, dank jullie wel weer voor het kijken. En ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Blauw duimpje wordt gewaardeerd. Abonneren wordt gewaardeerd. Want ik zie dat ongeveer 90% van de kijkers niet geabonneerd is. 90% jongens. Ja, dus dat is heel veel. Dus ja, blauw duimpje gewaardeerd. Dankjewel weer voor het kijken. En ja jongens, tot de volgende video. Stay tuned.